Wel, we weten sinds de registratie van de afgelopen decennia dat het een stabiel aantal is. In België betekent dat een 250 tot 300 nieuwe gevallen van kinderen met kanker. Het gaat in belangrijke mate om een vorm van bloedkanker of leukemie. De tweede belangrijkste groep zijn kinderen met hersenkanker, hersentumoren. En een derde groep zijn tumoren van het zenuwstelsel buiten de hersenen, neuroblastoom genoemd. Nu, naar overleving toe is het zo dat eind vorige eeuw een enorme vooruitgang geboekt is. Vooral bij die leukemieën hebben we gezien dat de overleving enorm is toegenomen. Dat is nu meer dan 80%. En bij andere zeldzame vormen van kanker, zoals het neuroblastoom, is het zo dat de overleving nog niet optimaal is en dat er zeker nog meer onderzoek nodig is. Behandelingen bij kinderen zijn in grote lijnen vergelijkbaar. De drie belangrijke onderdelen zijn chirurgie, chemotherapie en radiotherapie. Wel weten we uit studies dat chemotherapie bijvoorbeeld in hogere dosissen bij kinderen kan gegeven worden, omdat zij meer tolerant zijn aan dergelijke dosissen. En uit die studies weten we ook dat dat leidt tot betere overlevingskansen. Nu is het zo dat de overlevers van de jaren 70, 80, 90 van vorige eeuw, dat we die opvolgen en dat we ook wel merken dat er door die hoge dosissen chemotherapie wel belangrijke nevenwerkingen zijn. Dus het is zo dat we nu aandacht geven aan de ontwikkeling van nieuwe en minder toxische medicijnen om te gaan gebruiken voor de behandeling van die kankers. Het voorspellen van bijwerkingen van chemotherapie bij kinderen is momenteel nog erg moeilijk. Er gebeuren wel studies in die richting, maar dat zal zeker nog enige tijd duren voor we daar inzichten in verwerven. Het is echter wel zo dat we vooral op zoek willen gaan naar nieuwe medicijnen die de chemotherapie zullen vervangen of waar we chemotherapie in veel lagere dosissen kunnen geven. En we spreken hier over zogenaamde precisiegeneeskunde, waarbij we die nieuwe medicijnen gebruiken die heel gericht tegen die kankercellen werken en de normale cellen eigenlijk gaan sparen. Nu, een van de studies die we daarbij doen is het onderzoeken van die nieuwe medicijnen op een nieuw diermodel, namelijk het zebravismodel. En in tegenstelling tot muismodellen, die uiteraard ook heel veel gebruikt worden in die studies, kunnen we met zebravis eigenlijk sneller en goedkoper die nieuwe medicijnen gaan testen.